Dit is het begin van een lange reis. Een reis vol hoogtepunten. Five new players join us, including high stakes newcomer Lex Veldhuis. How will they handle the pressure? I know these are pretty high stakes for Lex too. It's his first time. I expect maybe the first 10-15 minutes he might have a few jitters. Samen met 8 Nederlandse pokerspelers gaan we op avontuur. Gedurende 1 pokerseizoen volgen we hen op de voet. Dit zijn de spelers van Poker Team Holland. We have some peace. Goedenavond en welkom bij More Than Just a Game. We bevinden ons in het pokermecca van de wereld. Vegas. Hier woont pokerteam Holland-speler Lex Veldhuis samen met zijn vriendin Evelyn Ng. De twee kennen elkaar ongeveer 2 jaar, maar de verliefdheid is nog steeds groot. Vandaag gaan de tortelduifjes erop uit om nieuwe pasfoto's te maken voor het paspoort van Evelyn. So they have, you didn't give them a key to have like an extra set of keys or something? Yeah, I guess they have one for her maintenance or whatever. Vanaf november tot en met augustus hebben we, zijn we 2 weken uit elkaar geweest of zo. Dat is natuurlijk vrij uniek voor mensen die in Amerika en Nederland wonen. Dus we hebben het prima kunnen combineren en ik denk dat het wel prima zal blijven gaan. Wait, so I go to Tropicana? Yeah. Nice. Dus in het begin was het redelijk heftig, omdat... Zij woont daar, ik woon hier. Maar het ging allemaal heel snel. En het klikte echt als een gek. Dus op een gegeven moment wonen we in feite na een maand wonen we samen. We hadden elkaar, in de eerste maand hebben we elkaar 2,5 week niet gezien. En daarna wonen we samen. Dat is natuurlijk best wel heftig. Do you know how far out Paradise is? It's on Tropicana. Maar het ging allemaal goed. En dan krijg je natuurlijk hier en daar wat dingetjes die je moet leren van elkaar. Maar ja, nu gaat het eigenlijk gewoon heel soepel. Michael's photo lab. Yeah. Where is it? Right here. Oh, nice. Life could be a dream. Life could be a dream. Some fancy pictures they got here. I definitely want to get my groove on there. I think it's kind of nice that, you know, I live here, Lex lives in Holland, and we spend time in both places. So I get that mix of both. The only one that you love. Life could be a dream. Does the hair look neat though? Yeah. Okay, that will be very simple, only I need to see your ears. Okay. Yeah, here at the back. Lex always says that when he gets here, he feels like he's at home. And that's kind of what I was aiming for, so it makes me happy. You play yourself? No? Thanks, man. When Lex comes here, you know, he stays for, you know, at least a few weeks, usually, you know, a month or so at a time. And then when I go to Holland, it's the same thing. So we usually spend quite a bit of time together. And I think that we actually spend more time together than some couples who live together and, you know, both have full-time jobs. It's just that we have spurts. I want to have a painting, like on a horse with like a sword, like something like that with my face on it. Like, I thought you were going to say like in Scrubs when they were on the unicorns with the wizard hats. Maar ik vind het ook wel fijn. Ook omdat ik Vegas voel ik me ook echt gewoon thuis. Dus. I didn't get one. What's this called? Static? Yeah, I didn't get a shock. The fuck? Oh my god. Hey baby. Hi. In zijn eigen hometown aan de andere kant van de wereld laat Marcel Luske ook foto's van zichzelf maken. Niet voor zijn paspoort, maar voor zijn droomproject, zijn album. En hij heeft een heel team om zich heen verzameld om ook dit tot een succes te maken. We organized photoshoot here with Marcel Luske. En ja, hij is een great poker player. En hij is een perfect guy. Hij is very friendly, very normal. The funny thing is, I thought in the briefing it's quite just a bit shy and not very comfortable with doing photo shootings, but he is. I don't have to tell him that much. He's acting like he's
feeling comfortable, and exactly that what I'm looking for. We want to show Marcel from a different kind of perspective than just a poker player, like playing that tournament. I lost. Because he grew up in the streets and played poker and learned playing poker in the streets. And I guess we can really involve that, all his experience as a character, as a person, inside the new image that he has, according to the album, according to the songs, and building the whole package around it. I'm picking up cards, carrying towels. It's the true life of a record producer. It's not like the fancy cars, the wild parties, the bitches. Mm-mm. Carrying towels, picking up cards. And if I'm lucky, I'm maybe allowed to cream some legs now, but I'm not sure if I'm allowed. It feels very good. Very tired, but it feels very good. And still carrying towels. Ze zeggen wel, sterren worden geboren, en dat zal misschien zo zijn, maar... Ze worden ook gemaakt natuurlijk, als je ziet hoe het in elkaar zit. Hoe bepaalde dingen die eigenlijk simpel zijn. Ik geloof dat er in ieder mens wel iets is wat ze uniek maakt. En als je dat gaat highlighten, dat je dan tot verbluffende resultaten komt van iets. Dat je zegt, wauw, het klopt in het plaatje wat je naar buiten wil brengen. Karakter, het samenbrengen, persoonlijkheid. Niet altijd met die duim omhoog staan. En toch met een bepaald respect naar waar je vandaan komt en hoe het ontwikkelt. Het is gewoon een leuke nieuwe dimensie. Entertainment. Beetje zingen erbij. And I wonder why we have to break down to just make things right. And I wonder why I can't see to tell you goodbye. De song wordt nooit opgenomen van begin tot het eind en het is klaar. Het wordt opgenomen in gedeeltes, betoningen. Nog een keer en nog een keer totdat je die juiste tonen op het juiste moment, de timing moet kloppen, het moet geloofwaardig overkomen. En ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Got a devil on my shoulder and an angel on my arm. Haben wir irgendwie, keiner mehr hier jetzt, ne? Je zingt een nummer, het is leuk, wordt gewaardeerd. Maar nu wordt het professioneel aangepakt. En dan is het zo ongeveer van nee, je gaat een album maken zoals een fotoshoot, wordt professioneel aangepakt. En dan laat je je baard maar even 4 dagen staan. Want we moeten een andere image hebben van de persoon en die niet altijd zijn duim omhoog steekt. Cool man, cool. Ja, dat is wel cool. I'm not ready to say this out. Our time has just begun. Aber wenn du es so rum machst, dann fliegen die doch alle so rum. Wenn du es von innen machst, so, dann fliegen sie doch gerade weg. Der Wind kommt von da. Wenn der die Karte fächert und dann rufst du. 1, 2, 3, go. Okay, du musst mich angucken. Jammer van die Karte, maar. Nee, het ziet er heel goed uit. Dus, het enige wat ik mis is, je weet wel, pistool, hè? Allemaal voor één foto. Oké, dan een beetje een raam hier.